Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland en ook boven het noorden van Frankrijk en België. Dat is een frontaal systeem en dat brengt regen en motregen. In het noordoosten kan vanochtend nog heel even de zon schijnen, maar al snel gaat ook daar de bewolking overheersen en gaat er wat regen en motregen vallen. Na deze regenzone wordt het enige tijd droog, waarna in de namiddag een tweede regengebied nadert. Het wordt wel zachter. In de warme lucht wordt het zo'n 13 graden in het noorden en 15 à 16 graden in het zuiden van het land. De wind waait stevig uit het zuiden met windkracht 3 tot 6. Vanavond trekt het regengebied weg en daarna wordt het grotendeels droog. Maar lang blijft het niet droog, want morgenochtend staat er een nieuw regengebied op het programma. Morgenmiddag komt er vanuit het zuidoosten droge weer aan en veel warmere lucht. Dan kan het in Limburg zelfs 20 graden worden en met enig geluk breekt ook nog de zon door. Vrijdag hebben we ook warme lucht, ook dan temperaturen van 18 tot 21 graden. Eerst kan er wat regen vallen, dat valt waarschijnlijk vooral in het westen van Nederland. In het oosten is het langer droog. In het weekende valt er nog slechts een enkel buitje of blijft het helemaal droog en de temperaturen blijven redelijk zacht met 15 tot 20 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.